Nou, gewacht. Ik dacht dat ik alle filmpjes op school gemaakt had, maar dat spelling dat zit blijkbaar nog niet helemaal in het systeem. Dus je krijgt gewoon weer een filmpje hier vanuit de kamer. Nou, ik ga verder niet beginnen over orgelboeken, dus dat is dan weer een geruststelling. Oké, hey, het is niet zo'n hele lange les, maar dit filmpje hoort bij de les die je vindt op bladzijde 46 en dan lesje 5, waar wij moeten die 8 woorden moeten gaan invullen. En nou hebben we in een vorige les, niet de vorige, maar les 1 was dat, daar hebben we het over het koppelteken gehad. Je weet nog wel, hè, dat streepje, wat je dan bijvoorbeeld krijgt tussen Noord-Brabant of Klaar-Over, dat je zo'n streepje krijgt tussen twee woorden in. Als er echt een nieuw woord begint, bij aardrijkskundige namen, maar ook als je anders een heel verkeerd woord krijgt. Nou, in de les die nu komt, en dat is soms een beetje verwarrend, dan gaan we het hebben over de trema. Hebben ze in de klas vaker over gehad. Je weet wel, die twee puntjes die dan bijvoorbeeld boven een E of een U of een E komen. Denk bijvoorbeeld aan een woord als ideeën, bijvoorbeeld. En we hebben daar geleerd, als de klank breekt, je kan ook zeggen als de klemtoon daarop valt, nou dan komen daar twee puntjes komen daarboven. Denk bijvoorbeeld ook aan het woord knieën. En in de klas hebben we geleerd, als je dat wil doen, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je schrijft eerst het woord knie, schrijf je op. Dat eindigt op een E. Nou, je zegt natuurlijk knieën. Dus er komt een E achter. En op die E, daar komt dan een trema, twee van die puntjes. Nou, dan is het waar het in deze les over gaat. En ik ga jullie nu een dicteetje voorlezen. En in dat dicteetje, daar komen 8 woorden voor. Die 8 woorden, die schrijf je op bij les 5 op bladzijde 46. En als ze alle 8 geweest zijn, dan pak ik even de camera vast en dan film ik ze even van dichtbij, zodat je ze ook helemaal gelijk goed kan nakijken. Nou, dat moet hij dan zijn, hè? Oké, als het te snel gaat, dan zet je natuurlijk het filmpje even op pauze en dan kun je het gewoon even rustig bijwerken. Goed, daar gaan we. We gaan naar woordje 1. En dat woord hebben we eigenlijk in de vorige les ook gehad, maar probeer hem eventjes uit je hoofd te doen. En, voordat ik het vergeet, ook in deze oefening komen natuurlijk weer woorden met koppelteken voor. Dus niet in ieder woord zit een trema. Het is dus ook de kunst om te horen van komt er nou een koppelteken of komt er nou een trema of komt er misschien wel helemaal niks. Zou misschien ook nog kunnen. Oké, nou, daar gaan we dan, hè. Zin nummer 1. Voor de radio werd een uitzending gehouden en dan is dat dus een radio-uitzending. Schrijf op radio-uitzending. En dan ga ik nu door naar 2. En als ik te snel ga, dan zet je het filmpje even pauze. En dan kun je het gewoon bijhouden op die manier. Nummer 2. Hij of zij zit vol met goede ideeën. Schrijf op ideeën. Ideeën. En nummer 3. Als iemand iets doet wat een ander ook doet, dan zeg je hij aapt na. En dan heb je dus te maken met naapers. Schrijf op naapers. Naapers. 4. Die grote kleurige vogels met zo'n kromme snavel, die nog een beetje kunnen praten ook, dat zijn papegaaien. Schrijf op papegaaien. Papegaaien. Nummer 5. Nou, op school kopiëren wij heel veel. En er wordt er vaak gezegd, maak niet te veel kopieën. Schrijf op kopieën. Kopieën. 6. Als je een nieuwe pindakaaspot opendraait, dan staat er zo'n laagje olie bovenop. Ik vind dat een beetje een glibberige toestand. En als je dan een beetje doorroert, dan heb je hele zachte pindakaas. En dan kan je ook zeggen, die pindakaas die is smeuig. Schrijf op smeuig. Smeuig. Nou, en in alle dingen die wij eten, daar zitten allemaal dingetjes in. Dat zijn de ingrediënten. En één ding ervan is een ingrediënt. Schrijf op ingrediënt. Bij nummer 7. Ingrediënt. En dan gaan we naar nummer 8.
Nou, lekker ijsje van de zomer misschien weer. En een favoriet ijs in Nederland, dat is toch wel vanille-ijs. Schrijf op vanille-ijs. Vanille-ijs. Oké, nou dat zijn alle 8 woorden. Hopelijk heb je ze allemaal netjes in je schrift geschreven. En ik ga nu de camera vastpakken. En even van dichtbij je boek filmen. En dan kun je het goed nakijken. En kijk het ook goed na. Hè. Dat is ook belangrijk. Dat je echt leert van je fouten. Jullie hadden trouwens je spellingtoets allemaal super goed gemaakt. Moet ik wel zeggen. Dus wat dat betreft complimenten. Nou, daar komt ie. Klein wandelingetje. En daar komen de antwoorden. Even uit die scherpspeld. Ja. Nou, radio-uitzending. Kijk, dat zijn gewoon 2 woorden. Daar kan je ook geen trema zetten, hè? Want de klank breekt daar ook niet. Daarom komt er geen trema, maar komt er een koppelteken. Nou, ideeën. Eerst het woord idee. Dat heeft 2 e's. Dan dus op de derde de trema. Naapers. Dat blijft een a-klank. En daarom komt er geen trema, maar komt er een koppelteken. Dat is belangrijk. Nou, papegaaien. Goed dat het woord er ook bij staat. Daar heb je dus helemaal niks. Geen koppelteken en ook geen trema. Want je kunt dat woord gewoon op deze manier uitspreken. Dus ga je die dingen niet toevoegen. Kopieën. Je hebt eerst het woord kopie. Nou, kopieën. Dus komt een e achter. En op die tweede e komt dan de trema. En bij smeuig is dat ook zo. Smeuig. Als je dat, die trema er niet zou zetten, dan zou er iets van smuig zoiets staan. En daarom moet u daar staan. Ietsje dichterbij. Nou, bij ingrediënt is dat ook zo. Als die trema er niet zou staan, dan zou er staan ingrediënt. Nou, dat kan natuurlijk niet. Het is ingrediënt. En op die E daar hoor je de klank breken, de klemtoon. En daarom komt daar een trema. En bij vanille-ijs, daar komt er echt een ander woord, komt er dan. Dus daarom komt daar niet een trema, maar komt er een koppelteken. Nou, hopelijk hebben jullie ze allemaal goed nagekeken. En dan ben je ook weer goed voorbereid op de volgende oefening die dan een volgende dag weer komt. Heel veel succes allemaal met je werk. En ik zeg het vaker, maar zijn er vragen, laat het dan ook weten. Dag hoor!